Het zenuwstelsel bestaat uit een aaneenkoppeling van heel veel zenuwcellen. Dat kan dus als volgt getekend worden. Soms worden de zenuwcellen nog eenvoudiger getekend, zoals hier, of op deze manier. Yes, deze tekening. Maar telkens kan vanuit het cellichaam de andere onderdelen gevonden worden. Het centrale zenuwstelsel heeft, zoals de naam het aangeeft, een centrale rol bij de prikkelgeleiding en informatieoverdracht. Rondom het ruggenmerg zitten wervels die het ruggenmerg beschermen. Om de rug flexibel te houden zitten er tussen de wervels soepele wervelschijven. Daardoor kun je je rug buigen. Het ruggenmerg en de hersenstam spelen een belangrijke rol bij het doorgeven van de prikkels van en naar de hersenen. Maar een impuls kan vanuit de zintuigen via het ruggenmerg direct naar de spieren en kleren gaan. Dit noemt men reflex. Dit leg ik door middel van deze afbeelding uit. Vanaf de huid komt een prikkel binnen. Via een zenuwcel gaat een impuls naar het ruggenmerg. Dan gaat de impuls via de zenuwcellen van het ruggenmerg dan terug. De impuls gaat dan verder via het ruggenmerg naar de spier van het lichaam. De zenuwcellen buiten het ruggenmerg behoren tot het perifere zenuwstelsel. De zenuwcellen in het ruggenmerg behoren tot het centraal zenuwstelsel. De zenuwcellen vanaf de zintuigen naar het ruggenmerg noemen we sensorische zenuwcel. De zenuwcellen in het ruggenmerg worden schakelcellen genoemd. De zenuwcellen die naar de spieren of klieren lopen, worden de beweging of motorische zenuwcellen genoemd. De impuls komt binnen bij de sensorische zenuwcellen, gaat dan naar de schakelzenuwcellen in het ruggenmerg en vervolgt de weg via de motorische zenuwcellen. De impuls kan niet de andere kant opgaan.